zoals het was, vroeger was. Zoals het was, vroeger was. Zoals het was, vroeger was. Zal het nooit meer zijn. Ik droom soms van de oude tijd. Misschien is het eten en drinken belangrijk geweest. Vandaar dat we ook geen station hebben natuurlijk. De kennis te houden dat de ambtenaren het belangrijk is om te gaan eten. In plaats van dat een belangrijke meeting te zijn waarbij ik gesproken werd over het station op Oosterhout van Rijn. Waar Oosterhout de ambtenaren waren verlaten en daardoor moest zijn station. Er was uit in Oosterhout, hè? Hier steken. Zo is dat. We gaan er zo meteen aan beginnen. Ik nodig je uit om naar de bel te gaan. Dan mag je ze nog even succes wensen. Mannen, het is prachtig dag vandaag. Het is rood. De koel is voor mij perfect. Dus daar is van. Ze maken er een mooie minuut van op te gaan. We gaan de bel trekken. Dat is het signaal klinkt, mannen. Maar we rustig gaan vertrekken. En er zijn 31 rondes voor jullie. Doe maar. Zo ja. Dan gaan we raad eens even kijken naar de signalen die we krijgen van de amateur. Ze zijn ondertussen verzorgd door de vloer, door de bezorgers, door de fans en de supporters die hebben meegebracht. Die staan allemaal klaar om zo meteen foto's te maken. Dan ga ik zo meteen de organisatie vragen om de roemenissen hier warm te laten lopen, om de broertjes tevoorschijn te halen. Dan moet het allemaal goed verkopen. Waar is Jeroentje? Hallo Jeroen. En applaus voor 1, 2, 3. Voor Stefan Arijsen, Roy Dikkie en Jeroen Bermaat. Ze zijn de mannen die wij in die volgorde hier allemaal op het podium hebben staan. Goed gedaan. Jullie ook komen door. Eerste doelpunt van deze mannen. Van 30 kilometer rijden. Ze worden de broertjes op dit moment verdeeld. Die heb ik zeker vast liggen. Ik heb mij ook veel niks op. Ja, hij staat er ook op. Het is breed beeld. Ja, hij staat er ook op. Ik kan het daar ook doen. Oh nee, dat, hij zit er niet op. Thank you.
Ik kom over en kijk om. Ik heb hier nog drie premies in gehad en drie premies op de streep. En door de kop van regen en met de rest van de hele doel. Ja, ze zijn aan elkaar gegeven. Daarna zijn ze 1. 25-12 is Vincent Hoppenzak, Stefan Verhoeven, in gezelschap van Daan Hoek. Maar we zijn teruggegrepen, we zijn eraan voor de moeite. Nog maar 10 toeren te gaan. Kort van de wedstrijd, bij terugkeer 3 premies, straks op kort van de wedstrijd. Dan houden we rechte lijn aan, mannen, niet te veel naar links en naar rechts. En we hebben nog 8 ronden te gaan. 8 ronden nog te gaan, 3 premies bij terugkeer. We gaan de eerste finale met de junioren. Naar de finale met de junioren bij de Ja, ik ben hier niet gewoon opgesteld.
we straks bij hoogrijden jullie rugnummers maar goed kunnen zien. Ja, worden ze gezegend onder de vrouwen. Ja. En we hebben vandaag zoveel gasten hier. Ja. Hij doet een microfoon naast hem op staan. Ja, af en toe even top. Hoor. Ja, hij heeft mij gewoon gezegd, ja, een paar keer. Het oude van Oosthout, en dat is heel erg mooi om te zien. Jullie hebben straks recht op een ronde vergoeding bij breuk aan het essentiële vliesonderdeel van jullie bij de valsen en betrokken zouden zijn. Tot 500 voor het einde, dames. Na die 500 in de finale, geen recht meer op de ronde vergoeding. En de overige tijd altijd melden bij de jury die dienst heeft op de materiaalpost. Met valgestreven aan de linkerzijde. Hebben we zo meteen 2100 te rijden. We hebben een totaal prijzenschema. We hebben een apart stelsel en de 300 klassementen voor bij de kandidaten. En een apart stelsel aan premies. En ik ga dat jullie met de bel allemaal tijdig tevoren mededelen. Dat zien we in Frankrijk, dat zien we in Spanje. En er wordt met grote regelmaat een beroep gedaan op de geestelijke van dienst om te zorgen. De onderweg de juiste gedachten meekrijgen. En dat is in het leven gewoon een belangrijke zaak. Klopt. Ja, en dan denk je van wat heeft de wielersport nou met het groot te maken? In beide gevallen heb je training nodig, voorbereiding, het geloof dat je het kunt. En je hebt een teamspirit nodig. Als je het niet samen doet, kun je vergeten. En dan is het niet alleen de renners, maar ook de mensen achter de schermen die het allemaal mogelijk maken. Materiaal, afzetten van het parcours, de vrijwillig voor de catering en de sponsoring, noem maar op. Je moet het samen doen, dus je ziet heel duidelijk. Gewoon het dagelijks leven, een sport gebeuren en het geloof. Ik ga u de microfoon geven en ik ga u de kans geven om met deze zeven zo meteen uit te spreken. Dankjewel. Dit is al verteld. Wat het geloven en de sport met elkaar van doen heeft. Vertrouwen. Het vertrouwen is niet alleen vertrouwen in jezelf, maar ook vertrouwen op God en dat Hij je begeleidt. Ik wens jullie allemaal een sportieve wedstrijd toe. Dat het beste uit jullie mag komen. En zegenen om dat mogelijk te maken. Jullie de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Een goede koers. Dankjewel onze eerwaarde Stefan Lars. In het eerste is het over grote regelmaat de bel. En ook die weet hij een fantastische meneer. Als u een belletje laat horen, kunnen de dames er aan beginnen. Er is nu lokaal één klein stukje, klein beetje gladder als de rest. En op de rest is een parcours helemaal droog. Hè. We gaan eraan beginnen. Op het geluid van het bel, mogen we eraan beginnen. Jacke, het is aan u om het signaal te geven. Over. Speciaal dank aan de heer Diake Stefan Laar namens de Katharina Borgi in Oosterhout. Dat is een van de onderdelen van bijvoorbeeld de Heilige Driehoek die in Oosterhout met de grote regelmaat bekend is en bezocht wordt. Kijk, kom maar, Mike.
kantoor. Stefan Roem, de aansteker van het zaakje. Roem voor de derde, voor de vierde keer vandaag.